Hallo jongens en meisjes, het laatste deel van de draak met laagtevrees. En we gaan een heel stuk lezen van bladzij 91 naar 127, dus dat is een heel stuk. En dit hoofdstuk heet Herman moet weg. Achter het huis klauterde Herman ondertussen snel de boom weer in. Op het terras van de boomhut bleef hij staan, sloeg zijn kop achterover en opende zijn bek. Wat doet hij nu? Vroeg de burgemeester, terwijl hij achter de deurpost ging staan. Waarom doet hij zijn bek open? Jelmer en Elise keken naar boven. Oh, hij heeft honger, zeiden ze. Hij wil een pannenkoek. Jullie begrijpen die draak? Ja hoor, hij is heel lief, zei Elise, terwijl Jelmer een pannenkoek ging bakken. Hij heeft alleen last van laagtevrees. Laagtevrees? Als hij te dicht bij de grond is, wordt hij bang en dan moet hij niezen, daar kan hij niks aan doen. Dan moet hij maar hoog in de lucht, waarom vliegt hij niet gewoon weg? Ja, maar hij is pas net uit het ei, meneer, zei Elise. Het is nog maar een baby, hij kan nog niet vliegen. Dat monster! Een baby? Hoe groot wordt hij dan? De burgemeester was helemaal van de leg. Jelmer en Elise haalden hun schouders op. Dat weet niemand. Op de televisie zeiden ze dat er alleen nog draken wonen in het land van lang geleden, maar niemand weet precies waar dat is. Ze zeiden alleen dat het achter de bergen ligt. Nou, dan zorgen jullie maar dat hij daar naartoe gaat, zei de burgemeester. Maar burgemeester, zei mama verschrikt, dat kunt u toch niet aan twee kinderen overlaten? Het maakt mij niet uit wie je doet, zei de burgemeester bibberend van achter de deur. Maar dat gevaarlijke beest, dat moet zo snel mogelijk weg hier. Op dat moment kwam papa de tuin in gerend. Wat is er allemaal aan de hand? Waarom staat die politieauto voor de deur? Wat hebben die twee nu weer uitgespookt? Ik heb hier allemaal geen tijd voor. We moeten van de burgemeester alles doen om die Opeens zag hij de burgemeester bibberend achter de keukendeur staan. Oh, dag meneer de burgemeester, wat doet u hier? Waarom heeft u een draak in uw tuin van Zwieten? Is die draak van u? Waarom heeft u daar niets over gezegd? Zei de burgemeester. De draak in mijn tuin, waarom denkt u dat hier een draak is? De burgemeester wees met een bibberende vinger naar het terras van de boomhut. Daar, die draak. De draak die van de kerktoren rechtstreeks naar uw huis is gekomen. Uw kinderen schijnen hem te kennen. Papa keek waar de burgemeester naar wees. En daar stond de draak met zijn kop in zijn nek. En Jelmer gooide net een pannenkoek omhoog. En de pannenkoek die draaide 1, 2, 3, 4, 5 keer. En hap! De draak die ving hem keurig op. Maar wat doet die draak hier? Stamelde papa. Nou, dat zou ik ook wel eens willen weten, zei de burgemeester. Kennelijk is die draak van uw kinderen. Die draak is helemaal niet van ons, riep Elise. Hij is van zichzelf. Zo is het ook nog eens, hè. Nou, piepte de burgemeester, hij zit in jullie tuin, dus jullie zijn verantwoordelijk voor dat monster. En stapje voor stapje liep hij achteruit. Van Zwieten, morgen moet dit opgelost zijn, zei de burgemeester. En hij wenkte de grote politieman met de verschroeide snor en haastte zich de tuin uit. Nou, daar gaat de burgemeester. Wat een bange poepertje. En hier zijn ze het draakje aan het voeren op het balkonnetje van de boomhut. Wat nu? Wat moeten we nu doen? Vroeg papa. Ik heb hier toch helemaal geen tijd voor. Hoe kan ik nou nieuwe regels maken over huisdieren als ik dit. Oh, bah, wat een ellende. Het gaat ook al over niets in het nieuws dan over dat vreselijke beest. Geen woord over mijn geweldig nieuwe regels. Kinderen, jaag dat beest onmiddellijk weg. Ja, dan komt hij gewoon weer terug hoor, zei Jelmer. Hij kwam hier vannacht toch ook zomaar? Elise knikt, hij vindt het gewoon fijn bij ons. Dat beest, dat komt er niet in hoor, Manfred, gilde mama naar papa. Hij moet onmiddellijk weg. Ik moet het hele huis nu alweer schoonmaken door dat vieze beest. En de slaapkamer van die kinderen moet helemaal worden ontsmet. Natuurlijk komt dat beest er niet in, gilde papa kwaad. Oh, riep mama verschrikt, die zich ineens iets bedacht. Hoe moet dat met de nieuwe huisdierkeutelbelasting? Zo'n groot monster in mijn tuin. Oh.
Weet je nog, in de dierentuin, toen die walgelijke olifant het gewoon allemaal maar liet lopen, terwijl wij stonden te kijken, notabene, oh, dat was me een hoop. En dit enorme vieze beest, oh, die doet vast het dubbele, oh, hoe moeten wij dat ooit betalen? Manfred, dat vieze beest moet weg, hoor. Wethouder Manfred van Zwieten leunde verslagen tegen een boom en zijn gezicht was helemaal wit geworden. Dit is verschrikkelijk, stamelde hij. Al mijn goede werk. Hoe moet dat nu? Misschien moeten we het leger maar vragen. Zij hebben tanks en geweren. Ze kunnen hem vast misschien wel vangen of opsluiten. Nee, dat mag niet, gilden Jelmer en Elise. Hij moet gewoon zelf weten wat hij doet. Hij is een vrij dier, hoor. Onzin, riep papa. Als hij vrij was, dan zou hij wel weggaan. Het is nog maar een baby, riep de tweeling. Hij kan nog helemaal niet vliegen. Niets mee te maken, hij kan hier niet blijven. We bellen het leger en daarmee uit. Morgen moet het probleem van dat beest zijn opgelost. Jullie hebben de burgemeester toch ook gehoord? Zonder zich nog om zijn kinderen te bekommeren en de draak liep hij het huis in. Wij laten je niet weghalen, hoor, zei Elise. En ze was met Jelmer naar Herman geklommen en had haar armen stevig om de draak heen geslagen. Herman zat rustig op het terras van de boomhut met Jelmer en Elise ieder aan een kant. Hij begreep natuurlijk niets van wat er gezegd was en keek een beetje verbaasd naar de tranen van de tweeling. We moeten zorgen dat hij kan vluchten, zei Jelmer opeens. Met zijn arm veegde hij de tranen van zijn wangen en keek Elise boos aan. Het leger mag hem niet meenemen. Ja, dat dacht ik ook al, maar hoe dan? Elise slikte haar tranen weg en legde haar hoofd tegen Herman. Hij snapt toch niet dat hij moet wegblijven? Hij komt gewoon weer terug, dat zei je net zelf. Kijk ze nou zitten, hier zo, kijk. Allebei zitten te huilen en die dikke draak, die zit ertussen met zijn vleugeltjes om hun heen. Hoe gaat het nou toch verder, jongens? We moeten hem gewoon zo ver mogelijk wegbrengen. Helemaal naar het land van lang geleden. Want daar hoort hij, want dat zijn die bio-dinges, bioloog, zei Elise. Ja, precies. Die bioloog op televisie zei dat. Maar dat is toch helemaal achter de bergen, sputterde Elise. Dat mag nooit van papa en mama. Ja, nou dat kan mij dus mooi niet schelen, zei Jelmer kwaad. Als zij Herman hier niet willen hebben, dan gaan wij dat oplossen. Dat moest toch? Morgen moest het opgelost zijn. Wij gaan dat doen. Hij stond op en wees met zijn armen. We brengen hem gewoon weg. Naar het land van lang geleden. Heel ver weg. Elise keek eerst naar Jelmer. En toen naar Herman. En toen weer naar Jelmer. Je hebt gelijk. Anders wordt hij morgen gevangen genomen. Of misschien nog wel erger. Jelmer en Elise gaan op pad. Ze ijsbeerden over het terras van hun boomhut. Ze hadden al bedacht dat ze allebei een rugzak moesten meenemen met flessen water en pannenkoekenbeslag en een tent om in te slapen en een koekenpan en extra kleren en een touw. Dat was altijd handig om mee te nemen. Ze wisten alleen nog niet zo goed hoe ze alles meekregen. Het zou nooit allemaal in hun rugzak passen. En hoe kwamen ze in het land van lang geleden? Moesten ze dan lopen? Dat was wel heel erg ver. Misschien gaat er wel een trein naar de bergen, opperde Elise. Je weet wel, zo'n goederentrein, die rijden meestal 's nachts. Jelmer knikte. Daar dacht ik ook al aan. Hij wees naar Herman die heerlijk in het zonnetje lag te slapen. Misschien kunnen we hem ook wat laten tillen. Dan kunnen we meer water en pannenkoekenbeslag meenemen en hoeven we onderweg geen boodschappen te doen. De hele middag bereidde de tweeling hun reis voor. Tijdens het avondeten zeiden ze niet veel, maar papa en mama waren ook stil. Mama was duidelijk moe van het schoonmaken en papa liet steeds naar het raam. Hij verwachtte elk moment allemaal boze mensen in de straat. Boze mensen die hem de schuld zouden geven van de puinhoop in het dorp. Maar er was gelukkig nog niemand die had bedacht dat de draak zijn verantwoordelijkheid was. Als morgen het leger kwam, was het gelukkig allemaal maar opgelost, mompelde hij steeds. Na het eten gingen Jelmer en Elise vroeg naar bed. Hun kamer was helemaal leeg. Mama had alles de gang opgesleept om hun kamer te ontsmetten. Alleen het stapelbed stond er nog. Elise luisterde aan de slaapkamerdeur. Ze zijn naar bed, fluisterde ze. Jelmer knikte zwijgend en trok zijn kleren aan. Heel voorzichtig opende hij het slaapkamerraam en klom naar buiten. Elise volgde al snel. En in het donker liepen ze door de dakgoot. Ze klommen naar het balkon en slopen langs de balkondeur waar achter papa en mama sliepen. Zo zachtjes mogelijk klauterden ze op de tak. Niet zo schudden, zei Jelmer.
Dat doe ik niet. En ze wees. Kijk. Herman klimt om de tak om naar ons toe te komen. Daarom schudt het zo. Schiet op, hij moet daar blijven. Jelmer stond op en liep zo snel hij durfde over de tak naar de draak, die langzaam naar hen toe schuifelde. Herman, je moet terug. We gaan weg, we brengen je naar je familie. Even later waren Herman, Elise en Jelmer in de boomhut waar hun rugtassen al lagen te wachten. Ze hadden extra sporttassen gevuld met flessen water en pannenkoekenbeslag. Deze bonden ze met touwen op Hermans rug. Toen ze hun eigen rugzakken naar beneden hadden laten zakken, knoopten ze een blinddoek voor Hermans ogen. Kom, zeiden ze, wij zorgen dat jou niets overkomt. Voorzichtig klommen ze uit de boomhut via de ladder naar het boomterras en daarna nog verder naar beneden. Kijk, daar gaan ze. Zie je het? Jelmer en Elise met haar staartje. Over de boom, naar de boomhut. Toen Herman het gras voelde, schrok hij een beetje en een klein vlammetje ontsnapte aan zijn bek. Rustig maar, het komt goed, zei Elise. En in het donker liepen ze de tuin uit op weg naar het station in de stad. Bij het station zagen ze de trein al staan. Een oude stoomlocomotief met een lange rij wagons erachter. Daar is een open wagon. Laten we daarop klimmen. En voorzichtig liepen ze over het spoor naar de trein. Herman schuifelde geblinddoekt tussen hen in. We moeten opschieten, riep Elise. Hij gaat rijden. Het was echt waar. De trein reed langzaam van hen weg. Rennen, Herman, rennen. We moeten de trein halen. Struikelend omdat hij niet zag, rende Herman met de tweeling mee. De trein ging steeds een beetje harder, maar ze haalden hem in. Jelmer sprong als eerste in de wagon en greep de voorpoot van de draak. Nu springen, Herman, gilde hij en het trok hard. Herman sprong en viel de wagen in. Hij rolde over Jelmer heen. De sporttassen knapten los en schoven in de hoek van de wagon. En Jelmer knalde tegen de houten zijkant. Help, gilde Elise, terwijl ze met één hand de steeds sneller rijdende wagon vasthield. Jelmer krabbelde verstuft op, kroop om de draak heen, die met zijn vleugels in de knoop op zijn rug lag. Snel greep hij Elise bij haar pols. Ik trek je op, hijgde hij, en Elise sprong. Ze stootte zich hard aan de rand, maar het lukte toch om in de wagon te klimmen. Ze botste tegen Jelmer aan en samen vielen ze boven op Herman. Toen ze eindelijk allemaal weer rechtop zaten, reed de trein al zo hard dat ze er met geen mogelijkheid meer af konden springen, zelfs al zouden ze dat willen. Maar dat wilden ze natuurlijk niet. Ze waren nu echt op weg om Herman naar huis te brengen, naar het onbekende land van lang geleden. Nou, kijk eens, en daar gaat de trein. Hè? Daar gaat de trein. En zij zitten in een lege wagon, dus ergens hier of zo. In de bergen. Na een lange treinreis waren ze eindelijk aangekomen op een klein station aan de voet van de bergen. Al voordat de trein helemaal stil stond, waren ze uit de wagon gesprongen. Niemand had hun gezien en snel waren ze weggegaan. Met de rugzak op hun rug stapten ze door, steeds hoger de bergen in. Soms gingen ze weer even een stuk naar beneden, maar de berg daarna was altijd weer hoger. Herman vond het geweldig. Toen ze net uit de trein waren gesprongen, had hij zijn blinddoek nog om. Maar nu was het niet meer nodig. Hoe hoger ze klommen, des te vrolijker hij werd. Hij klauterde over de hoogste rotspunten. Elise keek om zich heen. Ze liep al een tijdje over een richel langs een enorme steile berg. De richel was hier heel breed. Dit is een mooie plek, zei ze. We kunnen hier een vuurtje maken. En daar onder die boom kan mooi de tent staan. Jelmer knikte. Hier heeft Herman ook helemaal geen last van zijn laagtevrees. Kijk. Herman zat al bij de rand van de richel en keek tevreden naar beneden. Diep in de afgrond stroomde een kronkelig riviertje in een uitgestrekte vallei. Kijk, nou vindt hij het heerlijk om lekker naar beneden te kijken en lekker te mijmeren. Hè? Herman, steek deze eens aan. De draak draaide zijn kop naar Jelmer en opende zijn bek. Hij blies een vlammetje naar de tak die Jelmer vasthield. Niet veel later brandde er een prachtig vuurtje waarop Elise de eerste pannenkoek bakte. Nu ga ik het record verbreken, lachte Elise vrolijk. Ze gooide de pannenkoek hoog de lucht in. Hij draaide rond 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer. Hij ging nog steeds rond en Elise volgde de pannenkoek met haar ogen. 6, 7, 8. Jelmer zag de pannenkoek gaan, de wind kwam eronder en die duwde hem nog hoger de lucht in. 9 keer, 10 keer draaide hij en nog altijd ging hij rond. Een windstoot greep de pannenkoek. De pannenkoek sloeg opzij en bleef haken in de top van een boom. Ha,
Je hebt hem niet gevangen, dus hij telt niet, gniffelde Jelmer. Ik heb nog steeds het record. Ja, dat kwam door de wind, riep Elise. Anders was ik... Hè? Wat doet Herman nu? Hij gaat hem halen. Hij heeft honger. En inderdaad klom Herman helemaal naar de top van de boom. Pas op, Herman, je bent veel te zwaar. Straks breekt de boom af. En ja hoor, daar begon het al. De boom boog door. Eerst een klein beetje. Maar hoe hoger Herman klom, hoe verder de boom doorboog. Hij vindt het helemaal niet erg. Het lijkt wel of hij lacht. Terwijl de boom steeds verder doorboog, keek de draak vrolijk naar de tweeling. Hij knikte met zijn kop naar de pannenkoek. Volgens mij moeten we hem pakken, zei Elise. Jelmer knikte, dat had hij al begrepen. Door het gewicht van de draak kwam de top van de boom bijna bij de grond en zo konden ze hem al bijna aanraken. Herman klom nog een klein beetje verder. Hij hing nu helemaal ondersteboven. Kijk nou, wat een grapjas. De boom, die gaat helemaal zo en hier hangt Herman. Maar ja, en hier hangt de pannenkoek, zie. Dus die kunnen ze gewoon nu pakken. Nog iets verder, Herman. Ik kan er nog niet bij, zei Jelmer. De draak hing nu bijna met zijn stekels op de grond en probeerde nog iets verder te klauteren. Jelmer sprong. Mis. Hij sprong nog een keer. Nu had hij een tak. Tussen de takken trok Jelmer zich op. Hij klom naar de pannenkoek. Toen hij zijn hand uitstak naar de pannenkoek, klonk er opeens een bulderende stem door de bergen. Dat is mijn draak. Geef hem onmiddellijk terug. Zo. Dat klinkt wel een beetje griezelig, hè? Dat zal toch niet die directeur zijn? Geschrokken keek Jelmer vanuit de takken naar het bergpad. Wie zijn dat? Riep Elise. Er renden grote mannen met een groot net de berg op. Hier, draak! Riep een dikke meneer met een grote snor. Hier! Herman zag de mannen met het net op hem afkomen. Van schrik liet hij de boom los en landde met een plof op zijn rug. Help! Gilde Jelmer toen de boom weer rechtop zwiepte. De boom zwiepte zo hard terug dat Jelmer het niet kon houden. En met een enorme zwaai werd hij de lucht ingeworpen. Ver over de rand de vallei in. Herman rolde weer op zijn voeten. In de verte vloog Jelmer nog altijd in een grote boog door de lucht. Herman keek er even naar, hield zijn kop schuin en deed een paar passen naar achteren. Toen draaide hij zijn kop naar de aanstormende mannen en stootte een woedende steekvlam uit. De mannen doken aan de kant. Herman rende naar de rand van de richel en sprong en viel als een baksteen naar beneden. Elise rende naar de plek waar Herman vanaf was gesprongen. Je moet met je vleugels wapperen, gilde ze over de rand. Angstig zag ze hoe de draak naar beneden stortte en de grond kwam steeds dichterbij. Eindelijk sloeg hij met een vleugel. Doe je best, Herman, huilde ze terwijl ze in de verte Jelmer zag vallen. Herman moest het halen, hij moest vliegen. Dan kon hij Jelmer misschien nog opvangen. Sla met je vleugels, Herman, gilde ze. Woesh, woesh. Herman deed zijn best en zijn vleugels sloegen op en neer. Nog 20 meter. Harder, gilde Elise. Woesh, woesh. Het moest hem lukken. Nog 10 meter. Woesh, woesh. Ja, het lukte, zag Elise. Er kwam lucht onder zijn vleugels. Je kan het, gilde Elise. Herman scheerde met zijn buik over de grond, maar hij vloog. Woesh, hij sloeg met zijn vleugels steeds harder. Woesh, Elise lachte en huilde tegelijk. Herman vloog. Jelmer duikelde nog altijd met grote vaart door de lucht, maar hij had geen vleugels. Hij kon niets doen en de grond kwam dichterbij. Hij hoorde Herman brullen en hij keek of hij hem zag. Herman brulde weer, een grote steekvlam kwam uit zijn bek. Jelmer zag het, hij zag Herman. Wind suisde langs zijn oren en de grond kwam steeds dichterbij. Maar Jelmer lachte, want Herman kon vliegen. Nou, kijk eens eventjes. Daar gaat die Jelmer. Door de lucht. Met grote vleugelslagen kwam Herman dichterbij. In een laatste duikvlucht legde de draak zijn vleugels op zijn rug en schoot achter Jelmer aan. Toen hij er bijna was, opende hij zijn vleugels en stak zijn klauwen naar voren. En als een havik plukte hij Jelmer uit de lucht. Heel even was Jelmer bang dat hij zou worden fijngeknepen door de scherpe klauwen van de draak. Maar hij voelde er bijna niets van. Herman was heel voorzichtig. Met kalme vleugelslagen vloog Herman met Jelmer terug naar de brede richel. Ze hadden het gered.
Vlak boven de richel liet Herman los, met een plof landde Jelmer op zijn voeten. Hij keek om zich heen. Elise! Elise, waar ben je? Hun rugzakken lagen er, maar Elise was nergens te bekennen. Herman was ondertussen ook geland. Met een zware klap was hij tegen een boom gebotst. Versuft keek hij om zich heen. Hij kon dan nu wel vliegen, maar landen moest hij nog een beetje leren. Elise, waar zit je nou? Zoek jij misschien dit meisje? De dikke meneer kwam achter een grote rots vandaan. En achter hem liepen de mannen met Elise in een groot net. Jullie hebben mijn draak gestolen, zei de dikke meneer. Hij hoort in mijn drakendierentuin. Hij hoort helemaal niet in de dierentuin, gilde Elise. Hij hoort bij zijn moeder in het land van lang geleden. Nietes, stampte de dikke meneer. Hij is van mij. Hij is op mijn kantoor gelegd als ei. Hij is niet van u, gilde Elise. Ik wil mijn draak, stampvoette de directeur. En hij draaide zich om naar Jelmer. Als ik mijn draak heb, laat ik jouw zusje vrij. Jelmer keek naar Elise. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij kon toch niet Herman met die nare man meegeven? Schiet eens op, gilde de directeur. Ik heb geen uren de tijd. Kijk, daar zit Elise gewoon gevangen, hè? In een net, wat moet Jelmer nou toch doen? Als de burgemeester me eerder had verteld dat jullie mijn draak hadden gestolen, had ik jullie niet helemaal achterna hoeven reizen. Weet jullie dan niet dat ik een druk heb? Ik moet geld verdienen, ik moet rekeningen sturen, ik moet mensen ontslaan en spullen kopen en zo. Jelmer dacht na. Hij kon Elise natuurlijk niet achterlaten. Opeens boog Herman zich voorover. Hij stootte een grote steekvlam uit. Niemand werd geraakt, maar de directeur en zijn mannen deden wel een grote stap terug. Hij draaide zich om, nam een aanloop en sprong van de richel. Met grote vleugelslagen vloog Herman weg. Hé, 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 dat mag niet. Mijn draak, mijn dierentuin, kom eens eventjes terug. In de verte vloog Herman over de vallei naar de bergen. Roep hem terug, ik wil mijn draak. Ik denk dat Herman niet meer terugkomt, meneer, zei Elise toen ze naast Jelmer kwam staan. Hij gaat nu lekker naar huis. Maar dat is mijn draak. Hé, waarom ben jij niet meer gevangen? Waar zijn mijn mannen heen? De richel en het bergpad waren helemaal leeg. Ze zeiden dat ze waren meegekomen om een draak te vangen en niet een klein meisje. En toen lieten ze me uit het net. Ze lopen daar op het pad. Zijn ze nou al weg? Zeg, Hela, wacht eens even op mij. Wacht, Hela, jullie zijn allemaal ontslagen. Wacht nou! De directeur stormde achter ze aan. Heel even keken Jelmer en Elise de directeur na. Daarna staarden ze weer naar de hoge bergen aan de andere kant van de vallei. Herman was nog maar een klein stipje in de verte. Zou hij echt weg zijn? Vroeg Elise. Ik denk het wel, antwoordde Jelmer. We hebben helemaal geen afscheid kunnen nemen. Stomme directeur, die moest het allemaal in duigen gooien. Elise knikte en ze veegde een traan van haar wang. Zullen we onze tent maar opzetten voor vanavond? Het vuurtje brandt toch nog, dus we kunnen net zo goed wat pannenkoeken bakken. Jelmer stookte het vuurtje weer op. Daarna hielp hij Elise met het opzetten van het tentje. De hele avond zaten ze op de richel en keken naar de bergen. In de verte. Misschien, heel misschien, zou Herman toch nog terugkomen. Nou, hoe loopt het nou af, jongens? Terug naar huis. Jelmer en Elise werden de volgende ochtend wakker toen de zon al scheen. Ze kropen uit de tent. De richel was leeg. Herman was niet teruggekomen. Verdrietig aten ze de overgebleven koude pannenkoeken van gisteren op. Wel jammer dat we geen afscheid hebben kunnen nemen, hè? Ja, dat vind ik ook, knikte Jelmer. Maar hij is vrij. Dat is het belangrijkste. Hopelijk heeft hij het land van lang geleden gevonden. Samen braken ze het tentje weer af en rolden het op. Nou, dan gaan we maar lopen. Jelmer zei niets. Hij staarde naar de bergen in de verte. Zag hij daar iets vliegen? Zou het Herman kunnen zijn? Kijk, Elise, daar in de verte, zie jij dat ook? Dat zijn vogels, denk ik, antwoordde ze. Ik zie wel 8 stipjes. Jelmer knikte en draaide zich om. Ik wilde Herman zo graag nog een keer zien dat ik bij elk vogeltje denk dat het Herman is. Laten we maar gaan. Ze stapte het bergpad op.
Met grote passen begonnen ze de tocht naar beneden. Niet zo snel, riep Elise, die haar best deed om hem bij te houden. Jelmer wachtte even. Hij keek over zijn schouders naar Elise en kon zijn ogen niet geloven. 8 draken landden op de plek waar nog net hun tentje stond. 7 enorm grote, woest uitziende draken en 1 kleintje. Herman, gilde Jelmer. Hij gooide zijn rugzak op de grond en rende naar de kleine draak. Met een grote sprong sloeg hij zijn armen om Hermans nek. De grote draken schuifelden geschrokken naar achter. Zij waren geen mensen gewend. Jelmer en de kleine draak rolden over de grond en even later dook Elise er ook bovenop. Herman, je hebt hulp gehaald. Wat slim. De nare mannen zijn gelukkig al weg, hoor Herman. Ze kunnen je geen kwaad meer doen, zei Jelmer toen ze uitgeknuffeld waren. Wij gaan weer naar huis. Onze taak zit erop. En jij hebt uiteindelijk je familie gevonden. Herman leek niet te luisteren. Hij drukte zijn snuit tegen Elise aan. Hij duwde haar naar een van de grote draken. Wat doe je? Vroeg ze een beetje bang. Die andere draken waren toch wel erg groot en zagen er best gevaarlijk uit. Herman antwoordde natuurlijk niet en gaf haar weer een duwtje. De grootste van de 7 andere draken boog zijn kop naar beneden. Hij was prachtig geel met woeste stekels op zijn kop. Herman gaf Elise weer een duwtje. Ze botste tegen de grote gele draak aan. Herman! Het draakje stak zijn snuit onder haar billen en wipte haar omhoog. Met een gilletje landde ze bovenop de grote gele draak. Ze paste precies tussen 2 grote stekels achter zijn kop. Kijk, ze gaat op de grote draak zitten. Nou, wie durft? De draak spreidde zijn vleugels, zette af en vloog van de richel. Jelmer, help! Gilde Elise. Jelmer kon zijn lach niet houden. Zijn zusje hield zich stevig vast aan de grote gele drakenstekel voor zich en wiebelde onhandig heen en weer. Haha, gilde Jelmer van het lachen. Hij wilde net iets grappigs gaan roepen toen hij opeens een duw in zijn rug voelde. Achter hem stond Herman met 2 rugzakken in zijn bek. Hij gaf Jelmer nog een duwtje in de richting van de andere draken. De grote rode draak in het midden boog zijn kop. Jelmer die begreep het. Hij moest boven op de grote draak klimmen. Hij mocht ook met ze vliegen. Joehoe, juichte Jelmer. Met een grote sprong dook hij boven op de enorme rode draak. Vlieg maar, lieve draak, riep hij. En dat deed de draak. Met Jelmer op zijn nek dook hij van de richel af de vallei in. Herman en de andere draken volgden en hoog in de lucht haalden ze de gele draak in. Elise zwaaide blij. Ze vond het nu helemaal niet eng meer. De troep draken vloog hoger en hoger. En Herman fladderde om hen heen. Soms bij Elise en dan weer bij Jelmer. Ze vlogen over zeeën en over bossen. Grote rivieren kronkelden ver beneden hen door het land. Oh, kijk nou eens. En daar is die kleine Herman. En daar al die grote draken. Zie je het? De gele en de rode. Wat cool, jongens. Ze zagen kastelen en kleine dorpjes met huisjes van hout. Het was geweldig. De draken lieten zien waar ze woonden in het land van lang geleden. Het was er ruig met hoge bergen. Op sommige bergtoppen waren draken bezig met hun nest. Toen ze alles hadden gezien, draaide de troep draken om. In een rechte lijn gingen ze terug. Terug langs de bergrichel waar de directeur Herman had willen vangen. Terug over de vallei, langs de spoorbaan. Verder en verder vlogen ze. Helemaal naar huis. Het gebouw van de directeur. In de bovenste kamer van het hoogste wolkenkrabber van het land stond de directeur bij enkele enorme stapels papier. Tegenover hem stond de burgemeester. Wat heeft u daar? Vroeg de directeur. Dit zijn rekeningen. Rekeningen? Waarvan? Dit zijn rekeningen van de schade aan het dorp door de draak. Ja? En? Wat moet ik daarmee? Zei de directeur. Kijk, daar staat de burgemeester met zijn ketting om. En die heeft al die rekeningen meegenomen voor de directeur. Want de directeur die zei natuurlijk dat het zijn draak was. Nou, u heeft iedereen verteld, en de politie heeft het ook gehoord, dat het uw draak is die al die schade in het dorp heeft gemaakt. Het hoofd van de directeur werd zo rood als een tomaat. Ik heb helemaal geen draak, bulderde hij. Ziet u, meneer de directeur, de burgemeester wees naar het raam, als ik naar buiten kijk, dan zie ik daar toch echt uw drakendierentuin. Als u geen draak heeft, waarom heeft u die dan gebouwd?
Ik heb geen draak, ik wil geen draak en ik lust geen draak, stampvoette de directeur. Maar precies op dat moment klonk er een harde bonk bovenop het dak. Wat was dat? Vroeg de directeur. En een volgende bonk. En nog een bonk. 7 harde bonken en 1 zachte. Mevrouw Hetty, wat gebeurt er op het dak? Ik denk, zei de burgemeester, dat uw draak is teruggekomen. Hij draaide zich abrupt om en rende naar de lift. De burgemeester was heel bang. Boven op de hoogste wolkenkrabber van het land was inderdaad een troep draken geland. 7 volwassenen en 1 kleintje. Jelmer en Elise sprongen van hun draak af. Wil je nog een pannenkoek, Herman? Vroeg Elise. Ze hadden nog precies 1 volle spuitfles met pannenkoekenbeslag. Herman knikte enthousiast en huppelde van het ene been op het andere. Haha, lachte Jelmer en hij pakte een koekenpan uit zijn rugzak. Maak jij vuur, Herman? Het draakje blies een warme straal vuur uit. Het kaatste tegen het dak, zodat Jelmer mooi zijn pan erboven kon houden. Elise pakte haar pan en de andere draken hielpen mee het vuur maken. Niet veel later was er een grote stapel pannenkoeken gebakken. Eerst mocht Herman er een. Jelmer gooide hem hoog in de lucht. Hij draaide 8, 9, 10 keer. Hap! Herman had de pannenkoek gevangen. Elise gooide de volgende pannenkoek. Die was ook voor Herman. De pannenkoek draaide ook 10 keer. We staan gelijk, riep ze. Kijk, ze gaan pannenkoeken bakken. En Herman is helemaal blij. Die wipt van het ene pootje op het andere pootje. Om de beurt gooiden ze hun pannenkoeken naar de draken. De grote draken vonden ze ook heerlijk en al gauw waren alle pannenkoeken op. We gaan nu echt naar huis, lieve draken. Dank jullie wel dat jullie ons hebben gebracht. Ze liepen naar Herman toe en knuffelden hem stevig. Tot ziens, Herman. Word maar snel een grote draak. En als je trek hebt in pannenkoeken, dan weet je waar je ze kunt halen. 1 voor 1 vlogen de draken van de wolkenkrabber. De tweeling keek ze nog heel lang na. Toen de draken echt niet meer te zien waren, klauterden Jelmer en Elise door het luik van het dak. Zachtjes liepen ze over de gang. Door een open deur zagen ze een dikke man staan en hij schopte tegen een enorme stapel papier. Hij verkreukelde ze en scheurde ze met zijn tanden. Heb jij die directeur gezien? Vroeg Elise toen ze in de lift stonden. Wat een rare man, hè? Ja, hij stond gewoon in zijn ondergoed. Ach jee, was hij weer in zijn ondergoed gaan staan omdat hij het zo warm had van het drakenvuur. Kijk, daar staat de boze directeur al die rekeningen te verscheuren. En Jelmer en Elise, die gaan lekker naar huis. Nou, afgelopen! Met bijzonder veel plezier heb ik gewerkt aan dit avontuur van Jelmer en Elise. Ik hoop dat jij er net zo van genoten hebt als ik, zegt Harald. Nou, en nou heb ik gelezen op de site van Harald dat er misschien een vervolg komt. Dus dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn. Nou, wil je meer weten? Uitgeverij De Pareltuin. Ik zet het ook hieronder. En dan was dit echt voorlopig het laatste boek. Want het is nu vakantietijd. Ik heb van half maart tot nu eind juni voorgelezen. En nu gaan jullie zelf weer lezen of met papa en mama. Maar voor mij is het nu eventjes klaar. Misschien tot de volgende keer. Doei.